Benny en Eva, goedemiddag. Hoe is het met jullie? Goed. Ja, want ik heb jullie bij de openingsdag even gezien, maar dat was nog redelijk hectisch. Hè? Toen waren er nog geen monteurs, jullie moesten open. Is dat allemaal wel goed gekomen die dag? Zeker, ja. Ja, ja, we stonden donderdagmiddag nog op de bouw met z'n allen dozen uit te pakken. En volop aan het klussen eigenlijk nog. En vrijdagmiddag om 3 uur zijn we open gegaan. En is het hele hotel nu op orde of heb je nog steeds kleine klussen? Ja, wat afwerkingen in de kamers her en der. En nou ja, goed, hier moet ook gewoon wat van aankleding gaan gebeuren. Ja. Femke van Plantaardig die gaat hier een mooie plantenwand maken voor ons. Oké, okay, toch. Komt nog een kunstwerk aan de achterkant van deze muur. En ja, ze hebben nogal wat kleine dingetjes die aangepakt. Ja, maar in principe draaien jullie zoals jullie zouden willen draaien. Ja, we draaien over 100%. Ja, nou, dat is heel goed. Met het hotel dan. En is de bezetting goed? Is het ook dan wens? Ja, gaat dat goed? Ja, geweldig. Ja, heerlijk. Hoogseizoen, goede start. Ja, absoluut. Hey, maar voordat we hebben een hele rondleiding, dat is wel veel van het goede. Dat hebben jullie wel gedaan toen jullie nog echt net begonnen waren met bouwen. Klopt. Maar 10 hoogtepunten, dat is misschien wel aardig. Hè? Dat doe ik eigenlijk nooit, maar je kan er maar een keer mee beginnen. Oké. Okay. En nu staan we achter de bar en ik krijg net een lekker fris watertje van jullie. Dat het eco-water systeem van jullie is een soort hoogtepunt, toch? Absoluut. We zijn onwijs trots dat we het systeem hebben aangeschaft en dat het ook geplaatst is. Want het is ook echt een tap inderdaad, zie ik. Ja, echt een tap. Het is een onwijs duurzaam systeem waardoor je de plastic flessen mee uitsluit. De flessen waar we het in schenken, die doen we zelf spoelen. Dus dan beperk je je afvalstroming. En voor iedere liter getapt water gaat er naar een goed doel, zo'n 3 liter gezuiverd water. Nou, de keuken en het restaurant als geheel is eigenlijk al een hoogtepunt, hè? Ja, dat is een onwijs hoogtepunt, waar we gewoon heerlijk vrij kunnen werken, alle ruimte hebben en waar de gasten ook gewoon... Ja, het is echt super open keuken eigenlijk. Echt super. Voelen, proeven. Hey, en wat is, jij hebt natuurlijk op allerlei andere plaatsen gewerkt, maar ben jij ook betrokken geweest bij de inrichting van het geheel en de routing en dat soort dingen allemaal? Samen met Moeilijke, de keukenboer, samen ontworpen en met Henny Kruid, de binnenhuisarchitect. Hebben we het met en Peter Bonnier natuurlijk, hebben we het zelf mogen inrichten met hun. Ja, routing, apparatuur. Kijk, ik vind dit bijvoorbeeld al heel mooi, maar ook zo'n wijnkamer die daar gelijk op de hoek, dat vind ik ook echt prachtig. Ja, dat is ook een van de hoogtepunten in de inrichting waar wij stots op zijn. En puur qua techniek en zo, want kijken we natuurlijk ook wel bij Cox mee. En ik zie hier een oven zo, maar daar heb je de bakplaten en alles. Bakplaatgril, friteuses, inductie, alles. Alles inductie. Alles ook het meest duurzame. Voor het meest duurzame oplossing gegaan, dus zo min mogelijk energie, maar wel full power om gewoon te kunnen draaien. Je zegt hoogtepunt 3 is het servies van het restaurant. Wat vertel. Ten eerste hoe het eruit ziet. Ik vind het onwijs mooie vorm, mooie sprays erop, handvatjes, heel stoer. Maar ook hoe het gemaakt is. Het komt uit Noorwegen. Er staat een fabriek die alles zo duurzaam mogelijk. Duurzaam door middel van energie opwekken, water wat ze gebruiken, hoe zelf zuiveren voordat het in de riolering verdwijnt. En daarbij ze gebruiken totaal geen chemicaliën, wat eigenlijk heel speciaal is in de servicewereld. Kijk, ik hoor net van de managers dat koffie hier ook een hoogtepunt is. En jij schijnt daar alles over te kunnen melden. Ja, zeker. Wat is het? Waarom? Wij hebben op de kamers hebben zo'n mooie drip staan. Een mooie drip. De koffiemachine. Superleuk. Heel erg modern. Ik zie ook dat jullie ook bekertjes hebben van ons dorp. Ja. Superleuk. Van die warme houten to-go bekers. Met het logo van Middelburg. Ja. Bij de standaardkamers krijgen gasten deze op hun kamer staan. Dan kunnen ze elke dag in de bibliotheek elke dag koffie pakken wanneer ze willen. En de gasten die in een deluxe kamer zitten, die krijgen van ons een lekker potje verse koffie. Er wordt vers gemalen hier bij onze receptie. De koffie komt van Koepoort Koffie, dus het is ook lekker lokaal, leuk. Ja, die heb ik al vaak voorbij zien komen inderdaad. Ja, zeker. Dus, staat volgens mij nu ook in de Oostkerk. Ja, klopt. Ja. Dus jij bent hier op dag 1 begonnen? Ja, klopt. En hoe ervaar je het zo de eerste paar weken? Ja, dat is een warm bad. Ja? Ja, we zijn echt een soort familie. Ja, nu al? Nu al, ja. Iedereen is goed met elkaar, iedereen kan met elkaar. Dus echt, maar ik kan me best voorstellen dat de eerste paar dagen je moet dan elkaar leren kennen. En, ja, maar dat ging eigenlijk helemaal goed. Wie zijn jullie? Ik ben Rudy. Ik ben Robert.
En jullie zijn allebei kok hier? Of? Ja, ja. En ik begreep dat jullie vanochtend nogal een prestatie hebben geleverd op ontbijtgebied. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, we hebben ontbijt gezorgd. Maar het was nogal een grote groep of is dat standaard een grote groep? Nee, het was standaard. Nee, standaard. Zitten dus dan heb je 110 mensen. Ja. Ja. En het is inderdaad, ik begreep net, à la carte. Dus mensen moeten niet, lopen niet zelf langs de buffet. Dus hoe gaat dat dan? Ja, in principe worden mensen geplaceerd, zeg maar. Dus ze worden gewoon neergezet en uiteindelijk krijgen ze dus een kaartje en dan kunnen mensen op kiezen wat voor hoofdgerecht ze willen dan. Hè. Dus kiezen uit 5 hoofdgerechten. En als ze binnenkomen krijgen ze al een glaasje verse jus aan. Dus ze krijgen een soort pré-amuse, dus een dessertje. En ze krijgen een croissantje en een beetje vers fruit. En maar een pre-amuse bij het ontbijt, dat heb ik nog niet zo vaak gehoord. Dat is dat toch wel anders dan een standaard... Dat is een klein... Dat zijn ook een beetje toch? Ja, ja, ja. Dat zou een uitzondering zijn dan zeg maar wat hier allemaal is, zeg maar. Hè. Dus, ja. En hoe is het met jullie? Want jullie draaien ook diners of zijn jullie... Ja, oké. Okay. Ik ben ontbijtkok, zeg maar, hier. Oké. Okay. Doet, ja. En bevalt het de eerste 3 weken alweer? Ja, ja, super. Ja, het ja, is echt superleuk. Ja, jullie hebben elkaar ook wel allemaal gevonden. Ja, ja, ja. Ja, en 2 uur 's middags kan je aan een wijntje en een biertje. Ja, dat is dan weer het voordeel. Ja, ja. Ik zou zeggen proost. Dankjewel. Leuk om kennis te maken. Jullie hal is eigenlijk ook een hoogtepunt, toch? Zeker. We hebben Anna de Bruiker, voormalige stadsdichter, en ze hebben wij gevraagd om een gedicht te schrijven voor ons hotel. Omdat we eigenlijk al direct van plan waren om deze muur daarvoor te benutten. Dus nee, dit is het resultaat geworden en Barre Verkerke heeft het kunstwerk gemaakt. Ja, die moswand, ja, daar viel vorige keer mijn oog al op. Dat is, hoort eigenlijk bij de hal, bij het halidee. Kijk. Kijk, hoi, zijn ze. Hij nog koffie? Ja, nog meer hoor. Gooi maar naar boven. Maar die is echt heel mooi. Is het echt mos of is het kunstmos? Nee, het is echt mos. Echt waar? Daar zit dan ook nog een doorkijkje. Kijk je in de gang? Ja. Hij is echt heel mooi. We gaan nu naar 310. Ja. Ja. Je tikt net even tegen zo'n kamernummer aan, maar dat is van Marijn Kluifhout. Ja, Marijn Kluifhout heeft het ontworpen. Ja, want ik wist dat hij wat had gedaan, maar ik wist niet wat. Maar dat is dus, en dat is dan bij alle kamers. Klopt, bij alle kamers hebben we zo'n bordje en de bewegwijzering in het hotel heeft zij ook gemaakt. Oké, okay, dat is super. Ja. S'avonds schijnt er een lampje in. Ik ben Amy, ik ben hier receptioniste en ik werk het fulltime. Ja, je bent ook natuurlijk gewoon pas op dag 1 begonnen. Ja, ja. Ja, ja, 2 dagen voordat we open gingen inderdaad. En hoe bevalt het jou? Vind je het leuk? Ja, leuk. Ja, ja, het is echt super. Het was wel echt heel eventjes wennen, je wordt echt in het diepe gegooid, maar... was je de eerste dag er ook? Ja. En ik kwam toen om 12 uur uit en dacht ik, oeh, die hebben het allemaal zo druk. Er waren nog monteurs en ik denk, oeh. Ja, nee, het was inderdaad best een hectische dag. Ja. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, gelukkig. En hebben we het heel vol hotel gehad, ook die nacht. Ja. Dus het is allemaal goed gekomen. Maar... Ja, en nu zitten jullie zitten eigenlijk vol, dus je kunnen lang in alle kamers laten zien. Die mensen hebben ik al ingecheckt. Ja, ja. Want hier aan de voorkant, ja, dat is natuurlijk vanwege het uitzicht zo leuk, maar... Kan je iets vertellen over jullie aanpak van kamers? Want ik heb vorige keer heel snel even gekeken. Sowieso valt mij op dat hout. Dat is echt prachtig. Ja, ja. Maar wat is er voor de rest? Ik zag ook bijvoorbeeld de pick-ups die staan overal. De platenspelers. Ja, oké. Okay. Jullie vertelden toen dat uiteindelijk de Stationsstraat wordt een dependance, toch? Klopt inderdaad. Gaat dat nog door? En dat gaat zeker nog door. Er komen 15 appartementen. En een ontbijtruimte, maar ja, wanneer dat precies af is, ik denk dat dat wel een jaar gaat duren. Ja, precies. Dus dat is een langere termijn. Daar komen we nog op terug. Ja. Nou, dank jullie wel voor de toelichting en veel succes. Dank je.